Deze finale is een wedstrijd waarin de grote jongens op moeten staan. Hopelijk wordt het een wedstrijd waarover het nog jaren zullen hebben. We gaan zo live kijken naar Manchester United. Dat speelt tegen Barcelona. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geweldige finale van de UEFA Champions League. En laten we hopen dat beide teams er een onvergetelijk voetbalgevecht van maken. Als ik kijk naar de kwaliteit op het veld, dan zit dat wel snorhevig. Vandaag staat op het programma het duel tussen Manchester United en FC Barcelona. Het is de vraag die voetballiefhebbers al weken bezighoudt. Wie wint dit jaar de UEFA Champions League? Nou, daar gaan we vandaag achter komen, Evert. Hopelijk wordt het een mooie finale. En dit is de formatie waarin Manchester United van start gaat. Deze trainer heeft gekozen voor een 4-3-3 systeem. Vind je dat opvallend? Nee, op zich niet. Kijk, het is een systeem dat veel wordt gehanteerd in het moderne voetbal. Ik ben vooral benieuwd naar de buitenspelers en of zij hun man voorbij kunnen komen. En natuurlijk wie de slag op het middenveld wint. Dit team heeft zich gespecialiseerd in pressievoetbal, waarbij ze de tegenstander continu onder druk proberen te zetten. Over het hele veld hoor. Gaat dat lukken, denk je, met dit team? Ja, dat denk ik wel, Evert. En dat is gewoon ook hun manier van spelen. Ze proberen altijd overtal van spelers rondom de bal te hebben. En dan de bal proberen af te pakken. Ja, ze zijn heel goed in dat pressievoetbal. Manchester United heeft genoeg ruimte aan de zijkant. Dybala. Balbezit voor Barcelona met de inworp. Jordi Alba. Coutinho. Rashford. Paulo Dybala. Ja, met zo'n schot van ver, daar moet je een beetje... Hij probeert het met een geplaatst schot van afstand, maar het vizier staat duidelijk niet op scherp. Nee, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Snel vergeten dit flutschot. Stones. We hebben vandaag een debutant, Jury. De trainer zegt eindelijk de juiste man gevonden te hebben om de verdediging te versterken. Ja, en volgens mij heeft hij daar gelijk in. Ze zijn in de transferperiode hard op zoek geweest naar een nieuwe centrale verdediger. Hij vond de verdediging blijkbaar niet betrouwbaar of dynamisch genoeg. Dat is een lekker balletje. Martial. Kan er zijn eentje op de goal af. De keeper heeft hem. De bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Paulo Dybala. Anthony Martial. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Alba krijgt geen tijd om rustig op te bouwen. En die bal is opgeruimd. Met die sliding gaat hij niet wegkomen zonder geel, denk ik. Hij krijgt een gele kaart en moet dus nu heel erg uitkijken. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Het lijkt me wat ambitieus om in één keer die bal op doel te schieten vanaf die afstand.
Rashford. En hij tikt de bal over de lat. Er komt een corner voor Manchester United. Mooie redding van de keeper op dat afstandsschot. De keeper voorkomt dat die vrije schop in het doel belandt. De corner wordt genomen door Ousmane Dembele. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Harry Maguire. Pogba! Hij moest en zou die bal tegenhouden. Manchester United herovert het balbezit. De tegenstander kan de bal onderscheppen. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Hij werkt die bal weg. Dembele. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Lekker gepaast op Dembele. Dat moet de voorsprong zijn. De doelman redt de aanval op door. Daar is de openingsgoal. Wat een ontlading bij de spelers, zeg. Begrijpelijk, hè? Die voelen ook dat ze sterker zijn. Maar goed, dan moet je nog wel kunnen vertalen naar doelpunten. Je krijgt niet elke wedstrijd een kans voor open doel. Dus moet je dat cadeautje ook uitpakken, Jury, lijkt mij. Ja, veel makkelijker ga je ze natuurlijk niet meer krijgen. Het is lekker scoren zo. Niet alleen de spelers zijn blij, ook langs de lijn wordt dat belangrijke doelpunt warm onthaald. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Verdediger blijft kansloos achter. Martial. Weggewerkt. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Hij kan kiezen. Die snijdt naar binnen. Bal over de achterlijn, dus hoekschop voor Manchester United. Ze kiezen voor de lange variant. Gevaar geweken, de bal is weg. Dembele! Nelson Semedo. En Barcelona mag het gaan proberen met de ingooi. Manchester United herovert het balbezit. Dembele. Oei, hij kiest voor een geplaatste bal. En zo gek was dat nog niet, hoor. Nee, hij trapt die bal met veel gevoel. Ja, het is gewoon net iets te hoog. Wel een goede poging. André Gomes. Doelman staat er alleen voor. Dybala. Een doelpunt van Paulo Dybala. Deze voorsprong mogen ze niet meer uit handen geven, Evert. Keeper zit er goed bij en raakt die bal ook nog aan. Maar het is net niet genoeg. Dat zal Dybala. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Luis Suarez. Coutinho. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem.
De bal gaat over de zijlijn, maar dat was toch knap verdedigend werk hoor. Paulo Dybala. Kieran Tierney. André Gomes. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Dembele. Komt dat schot? Manchester United krijgt een hoekschop. De corner wordt genomen door Ousmane Dembele. En die wordt weggewerkt. Blokkeert dat schot. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Luis Suarez. Coutinho. Een zee van ruimte voor Alba op de flank. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Er komen 3 minuten blessuretijd bij. Coutinho. Luis Suarez. Coutinho. Dat leek gevaarlijk, maar de keeper schat die voorzet prima in. En hij heeft hem. De eerste helft van deze finale van de UEFA Champions League zit erop. En het is... De scheidsrechter heeft gefloten voor het begin van de tweede helft van deze UEFA Champions League finale. Manchester United herovert het balbezit. Clement Lenglet. André Gomes. Jordi Alba. Barcelona is hier gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Daar liggen countermogelijkheden. En nu scoren Samuel Umtiti. En hij scoort. En dat nog wel tegen zijn oude ploeg. Altijd leuk om als verdediger een doelpuntje mee te pikken. Ja, dat is hartstikke leuk. Hè? Dat je naast je gewone werk ook nog iets extra's kan doen voor je ploeg. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Daar zit de tegenstander tussen. Kieran Tierney. Hoe speelt hij dit uit? Hij heeft genoeg mogelijkheden. Goeie getuimde slijding van de verdediger. Die bal is weg. Harry Maguire. Hij speelt de hele dag al goede passes. Paas vindt zijn man. Hij staat er niet alleen voor. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Dembele. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Jordi Alba. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Die man is hij kwijt. Wat een waanzinnig schot. Corner voor Man United. De hoekschop komt in het strafschopgebied.
Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Hij probeert het met een geplaatst schot van afstand, maar het vizier staat duidelijk niet op scherp. Nee, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Snel vergeten dit flutschot. Messi. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Pogba. Met veel gevoel gegeven door Pogba. Wat een geweldige redding van de keeper. Wat gaat hij ervan maken? Dembele neemt de hoekschop. Het gevaar wordt afgeslagen. Het verdient niet de schoonheidsprijs hoor, dit defensieve afwachtende voetbal. Jammer vind ik dat toch. André Gomes. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Martial, opgelegde kans voor Martial. Dat is een aardige kans hoor, wat scheelt het? Op zich een prima gedachte om die bal te plaatsen. Ja, hij is net iets te scherp. Wissel in het team van Man United. Clement Lenglet. Stones. Barcelona heeft veel ruimte op de vleugel. Dat wordt een nieuw hoor. Paul Pogba. Lekker gepaast op Dembele. Oh, leuk! Dembele! En nog een hoekschop. Geweldige kans hoor, maar al even geweldig gekeerd door de keeper. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekiept. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. De keeper heeft hem uiteindelijk, maar dat had ook anders af kunnen lopen. Tjonge, jonge, jonge, ik had hem al geteld, Evert. Knap dat die bal nog van de lijn werd gehaald. En dat is wel heel ver weg. Ik denk niet dat die bal erin gaat. De weergoden zijn ons vandaag niet erg gunstig gezind, Jury. We hebben te maken met hoosbuien. Ja, het is hondenweer. En dat is voor niemand prettig, want het maakt het lastiger om goed voetbal te spelen. Ook voor de keepers is het een drama, want ballen schieten makkelijk door op een nat veld. De bal rolt zo naar de keeper. We zien hier vandaag twee ploegen die bepaald niet aan elkaar gewaagd zijn. En ik kan rustig stellen dat de ene ploeg de andere volledig onder de voet heeft gelopen. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Stones. Jordi Alba. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. Nelson Semedo. Coutinho. Leon. Dat ziet er goed uit. De keeper kan de bal zo oppakken. Ja, dat is een makkelijke bal. Nog slechts 4 minuten te gaan. Marcus Rashford. Rashford. Goed gepakt, keeper. Kingsley Coman. André Gomes. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Dybala. Wat een pegel, Jury. Ja, dat is een prima poging. Maar daar moet je natuurlijk een beetje geluk bij hebben. Hij probeerde het van grote afstand en het scheelde niet veel of het was een doelpunt geweest. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Kingsley, kom aan.
Jordi Alba. Coutinho. Kingsley Coman. Lionel Messi. Jordi Alba. Bal in het strafschopgebied. De bal gaat erin, maar meer dan een eretreffer is het ook niet. Nou, een goal voor de hier. Meer is het niet, want de wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Tja, een dag om snel te vergeten voor het team. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Anthony Martial. De spelers zijn door het dolle heen. Ze kunnen het nauwelijks geloven, maar ze hebben het echt geflikt. De cup met de grote oren is binnen. Ja jongens, jullie hebben gewonnen, echt waar. Ga maar feest vieren. Zoek elkaar maar op, want die cup is binnen. De UEFA Champions League is binnen. En dat is toch een geweldig moment voor iedere voetballer even. Ja, hier doe je het als speler voor, echt waar. Kijk, en ook de reserve staat het feestje mee te vieren. Ze gaan er maar bij staan, jongens. Jullie horen er ook bij. Hier hebben ze naartoe geleefd, hoor, de spelers. Vanaf het moment dat ze wisten dat de titel binnen was. Het feest op het podium. Want dan kun je de beker omhoog houden voor de supporters. En er is maar één ploeg, de beste van Europa. En dat is dit team. Ja, dit is natuurlijk inderdaad een geweldig moment voor in een voetballeven. Hier, je bent ooit als jochie begonnen. En daar sta je dan. En dan ga je de Champions League winnen. En de cup omhoog houden. Schitterend toch even. Ja, jij bent bescheiden. Ik weet dat je het er niet over wilt hebben. Maar je hebt nog een keer een grote beker gewonnen, toch? Nee, nog nooit. Met Schalke, jawel. Daar gaan ze met de trofee om het samen met de supporters te vieren. Schitterend moment, Juri. Ja, absoluut. Ze hebben het net gekregen op het podium. Ja, en dit is natuurlijk nog mooier. Hè? Lekker naar de tribunes. En samen met de fans op de tribune dat te gaan vieren. De spelers verzamelen zich voor de teamfoto en dat is leuk voor het nageslag later. Die zal menig speler inlijsten, denk ik. En terecht, het is een mooi aandenken aan een onvergetelijke dag.